close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Mannen lezen de vrouw, de grootste complottheorie aller tijden en Julian Assange. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van The Beginning. 8 maanden geleden uploadde ik de vorige aflevering van deze serie, waarin we samen behandelen hoe mijn YouTube kanaal begonnen is en welke video's ik allemaal geüpload heb. Het is echt geweldig, jongens. In augustus 2019 uploadde ik de 2e, 3e en 4e aflevering van Dadelaar is geland. De serie waarin ik het heb over de grootste complottheorie aller tijden. En in Dadelaar is geland vertellen we het verhaal van de grootste complottheorie aller tijden. We zijn een beetje op het stadium beland dat Devlin is aangekomen in Engeland. Terwijl echt de ultieme plek om deze operatie te laten plaatsvinden. In dezelfde maand uploadde ik aflevering 3, 4 en 5 van Mannen lezen de vrouw. Waar ik toen nog echt ongelooflijk veel plezier in heb gehad. En mocht je nu de serie kijken en denken van ik wil wel weten hoe het begonnen is. Hoe het toen was, is heel anders dan hoe het nu is. Dus het is wel echt leuk, lijkt mij, om dat in ieder geval terug te kijken als je fan bent van Mannen lezen de vrouw. Tenminste, ik dacht dat dit blad de vrouw was. Maar het probleem is dat de vrouw, de redactie van de vrouw, hun naam veranderd heeft. En dit blad is gemaakt door vrouwen en mannen, denk ik. Hoop ik wel tenminste. De richtlijn is een borrelglaasje per insmeerbeurt. Een borrelglaasje per insmeerbeurt? Ik drink liever een heel biertje per insmeerbeurt. Ik uploadde 2 afleveringen van Hooglichten, waarin ik het heb gehad over Julian Assange, die vast kwam te zitten. Waarin ik het heb gehad over Donald Trump, die Groenland wil kopen. En dat soort bizarre dingen. Dus lijkt dat je interessant het nieuws van een half jaar geleden te weten. Vergeet dan ook zeker niet om dat te kijken, daar kunnen jullie nu een stukje van zien. Vandaag gaan we het hebben over 3 personen die afgelopen jaar hun hand net iets te ver buiten hun eigen continent hebben gestoken. Om maar te beginnen over Donald Trump. Het is nu nieuws dat Donald Trump aan Denemarken heeft gevraagd of hij Groenland mag kopen. Verder ging ik in Harmofotovlog 70 samen met mijn familie naar een huisje in Zuid-Frankrijk. Dus mocht je willen weten hoe dat was. Ik snap nooit zo goed waarom YouTubers niet vlak bij de snelweg willen opnemen. En hier staan we dan gewoon met de auto. Stranded in the open. In Harmofotovlog 71 brak ik in een verlaten mansion in Zuid-Frankrijk. Dat was echt heel eng. Gewoon helemaal niemand meer in die mansion. Hè? Helemaal leeg. Gewoon volledig verlaten. En daar brak ik in. Zo'n gebouw is ooit iets geweest en dat heeft er ooit om een reden gestaan en om een reden weggegaan of zo. Stranded in the open. In Harmofotovlog 72 ging ik naar het Casino Royale in Monaco. En mochten jullie willen weten of ik nog wat gewonnen had, spoiler, nee. Het is echt insane hoe groot alles hier is. Dit is een casino en je hebt hier alleen al in de hal. Dit is nog niet eens echt het casino zelf. En in de 73ste Harmofotovlog kwam ik weer terug in Taizee. Op mijn kanaal ook wel bekend als het dorp van de christenen. Waar ik ook al in een van de allereerste vlogs was. En dat was opeens heel anders dan hoe ik het toen ervaren had. Eigenlijk niet. We zijn nu aangekomen in Taizee, waar ik ongeveer 14 maanden geleden ook al ben geweest. En het voelt alsof er in die 14 maanden echt helemaal niks veranderd is. En op 19 augustus
uploadde ik DHD Copycat 2.0. Een video met ondertussen al meer dan 200 weergaven. Omdat mijn video DHD Copycat meer dan 3000 weergaven had gehaald. En bij elke video die weer over een mijlpaal van 1000 heen gaat, dus dat kan 1000, 2000, 3000, 8000 zijn, maak ik altijd een nieuwe versie over die video. Dus ik reageer erop of ik maak er een nieuwe versie van of iets in die richting. Het is grappig om te zien dat jij op DHD wilt lijken. Dagelijks games en een team, allebei met vier dat is vergelijken. In de 11e aflevering van Harme Frodo vlog, Harme Frodo reageert, kreeg ik mijn schoolboeken binnen. Oh, ik had toen nog niet kunnen denken hoe de coronacrisis eruit kwam te zien. Serieus niet. Succes met kaften allemaal. Het zijn de schoolboeken. Yes. In Mannen lezen de vrouw 5 liet ik bier vallen. Weet je, wat veel leuker was. Kijk, dat was gewoon zo'n stomme flesje wat viel. Maar stel je voor dat dit flesje viel. Dit noem ik nou een bierflesje. Goeie titel trouwens. Mag ik hem even zo... Op maandag 2 september begon het 5e seizoen van Harme Frodo. Dat begint namelijk na elke tussenperiode van een maand waarin ik dagelijks geüpload heb. En dan begint er weer een nieuw seizoen. En dan willen jullie natuurlijk weten, wanneer begint seizoen 6 van Harme Frodo? En dat betekent, wanneer ga je weer een maand dagelijks uploaden? Maar daar kan ik op dit moment nog niks over zeggen. In september ging ik gewoon door met het uploaden van Mannenlist de Vrouw. Seizoen 1 eindigde namelijk pas op de allereerste maandag, op de allereerste woensdag van oktober. Maar daar kwamen nog een hele hoop mooie momenten uit. En toen had ik ook nog niet verwacht dat er alweer een seizoen 2 van Mannenlist de Vrouw zou komen. Wat nu bijna weer ten einde is. Want seizoen 2 van Mannenlist de Vrouw is namelijk begonnen op... woensdag 29 januari, bijna 4 maanden later. Misschien lopen we per ongeluk 3 afleveringen achter. In Gerard gewoon geskipt. Dus jongens, even een eerbetoon, een korte ode. Toen uploadde ik de 75ste Harme Frodo vlog, genaamd Noah Sandbrink de serie. En ja, Noah, ik heb nou dus op 9 september ook een video geüpload waarin het ging over Noah die heel iconisch was. En ik heb hem binnenkort uitgenodigd voor de podcast. Dus eigenlijk dat Noah Sandbrink een eigen serie heeft is gewoon volledig terecht. In de Harme Frodo vlog 77 en 78 ging ik samen met een hele groep leerlingen van het Corderius naar Amsterdam. En dat was het begin eigenlijk van Storming Amsterdam, onze miniserie. Dus mocht je dat nog willen zien, dat kan ook nog. En dan is dat heel leuk. Wel grappig natuurlijk dat de hele stad nu in thema staat van natuurlijk die grote wedstrijd van vanavond van Ajax en zo. Ja, maar we zouden heel even voordoen hoe je moet vloggen. Ja, maar ik heb het. En jij, hoe gaat het met jou? Ik doe mee met de kerstmusical, dus ik kom allemaal kijken. Ga je ook kijken naar de kerstmusical? Niemand. En dan zie ik jullie in ieder geval bij de volgende aflevering van The Beginning. En dan kunnen jullie nu nog van alle video's een korte, lange compilatie zien. Vertel over de grootste complottheorie aller tijden. Heb je de volgende aflevering niet gezien, dan kan je deze video gewoon niet kijken. En je moet een beetje de operaties gaan voorbereiden in Engeland eerst te kijken. Maar heb je die al wel gezien, dan kan je deze video natuurlijk ook meteen gaan kijken. Hallo kijkers van Harme Frodo. En welkom bij weer een gloednieuwe aflevering. Hoi, en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Mannenlezen. 9,5 ton werd neergeteld voor het eerste vaatje nieuwe haring van dit jaar. Ja, daar zit het ook nog even in de reacties. Dus dat vind je, yo, ik ben best een nieuwe komer. Earth from a bird's eye view.
Dit is de allereerste stop van dag 2 van rijden. Het is hier wel heel vet, alleen ook wel altijd een beetje eng, want zo'n gebouw is er ook niet geweest. En hoe kan je een vakantie natuurlijk beter beginnen dan met een goede duik in het zwembad bij het huisje? Amsterdam. Ja jongens, het moet even een extreme titel hebben. Je mag nu praten.